Hallo Bernie Besties! Besties! De Bernie Babes zijn in het bos. Op een avondwandeling in Groningen Centrum. Ja. En we gaan nu een heel spannend avontuur aan. We zien jullie later. Kom. Ik kom hier altijd als ik ga hardlopen, maar aan de andere kant. Het is altijd te modderig om daar door op te stappen. Dus dat kan nu ook zijn, maar we gaan het zien. Aha. Oh, dit is gewoon stabiel. Ja, tuurlijk. There she goes. Like, ik ben bang dat het nat is en dat ik met mijn gladde schoenen op mijn bek ga. Maar niet gebeurd. She did it. I did it. Update. We did it. We hebben het gedaan. Deel 1 is dat, want er is nog een andere... Nog een ander... Oeh, muggen. We gaan door. A wild merit. In her natural habitat. Nature. Oeh. Nestjes. Oh, wat zijn dat? Geen idee. Proef eens. Dat wiet. Het is de balzak van de boom. Oh my god. Zo, gezondheid. Deze jongen man echt van het lezen zijn en vind ik gewoon interessant anders. Filosoof en cabaretier Tim Fransen onderzoekt ons huidige tijdsgewricht. Onze wereld is wankel geworden. We leven in een tijd van crisis en calamiteiten. Het calamiteitperk. In dit boek onderzoekt filosoof en cabaretier Tim Fransen ons huidige tijdsgewricht. Hij laat zien hoe het vooruitgangsdenken ons heeft misleid en vraagt zich af hoe herstellen we de maatschappelijke fundamenten die daardoor, shit, zijn aangetast. Welke inzet is er voor ons burgers nodig om een duurzame samenleving te scheppen en weer een slagvaardige democratie te worden? En welke rol spelen moraal en rechtvaardigheid daarbij? Fransen neemt de lezer op sleeptouw langs grote filosofen en verrassende denkers en komt met concrete ideeën om het tij te keren. Met In onze tijd biedt hij handvaten voor een weerbare samenleving waarin volop hoop gloort. Weer volop hoort hoop. Met in onze tijd biedt hij handvaten voor een weerbare samenleving waarin weer volop hoop gloort. Dankjewel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende YouTube show. Tjin tjin. Yeah.